We blijven nog even in Utrecht. We gaan het namelijk hebben over een bijzonder geval van bijstandsfraude in die stad. Bijstand krijg je als je geen middelen van bestaan hebt. Abdeslam A. kreeg in totaal 86.000 euro aan bijstand. Maar hij was niet zonder middelen van bestaan, verre van. Hij was eigenaar van meerdere huizen, hij had nog andere bezittingen en hij had ook inkomsten. Alleen niet in Utrecht. Abdeslam A. was rijk in Marokko en hij was arm in ons land. Tegenwoordig woont hij in Marokko en hij zit daar in het parlement. Dat maakt het niet eenvoudig voor de gemeente Utrecht om maar geld terug te krijgen, want parlementsleden zijn in Marokko onschendbaar. De advocaat van A. ziet het dus van de zonzijde. Ik ga ervan uit dat het OM nu moet besluiten op korte termijn wel of niet te gaan vervolgen. De stukken die ik heb overgelegd zijn naar mijn mening voldoende om eigenlijk niet meer tot vervolging over te gaan. Is de zaak misschien wat minder duidelijk dan u afhankelijk gedacht had? Nee, hij is ontzettend duidelijk. Deze man deugt niet, heeft gefraudeerd en moet worden aangepakt. Verdachte A zit in het Marokkaans parlement te vergelijken met onze Eerste Kamer. Wij filmden hem in het Rifgebergte, waar hij met zijn familie een winkelcentrum annex dagmarkt aan het bouwen is. Hij is diplomatiek onschendbaar. Hij werd meer dan 2 jaar geleden in Utrecht al gedagvaard, maar een vervolging wegens bijstandsfraude komt er maar niet van. Wat er aan de hand is, is dat het natuurlijk gevoelig ligt. Het is een meneer met een hele hoge hoed. Hij zit in het Marokkaans parlement en hij deugt niet, hij heeft bijstandsfraude gepleegd. Ik ben heel blij dat de gemeente Utrecht hem vast zoveel mogelijk kaal plukt. Maar ik wil ook dat hij veroordeeld wordt, dat dat hoort. Als verdachte A niet als parlementslid in Rabat werkzaam is, verblijft hij in zijn woonplaats, Ashdir. Sinds herfst vorig jaar ontvangt hij hier een AOW-uitkering uit Nederland. Vanaf november is daar beslag op gelegd door de gemeente Utrecht. Er moet nog 86.000 euro worden afgerekend. Ik heb inmiddels allerlei stukken ingebracht uit Marokko om aan te tonen dat mijn cliënt een onrechte wordt verdacht van fraude. En zoals de zaak er nu voor staat, zit ik te wachten, en zit ook mijn cliënt te wachten, met smart, op een nieuw besluit van het OM of er nu wel of niet opnieuw vervolgd gaat worden. De verzwegen bezittingen en inkomsten van A, terwijl hij in Utrecht een bijstandsuitkering ontving, zijn in Nederland onderzocht door het Internationaal Fraudebureau van het UWV. We hebben speciaal voor Marokko afspraken gemaakt met de Marokkaanse autoriteiten dat als wij toegang willen hebben tot het kadaster, dat 2 medewerkers van de Marokkaanse autoriteiten ons vergezellen. Dat heet een zogenaamd klein comité. En dan gaan we naar het kadaster en dan krijgen we de informatie die we vragen. In het kadaster in Gaza staat dat verdachte A huizen op zijn naam heeft staan. Naar schatting voor een waarde van 400.000 euro. Harde bewijzen. Op zich opmerkelijk, want huizen hoeft men in Marokko niet in te laten schrijven. Je bent niet verplicht in Marokko om onroerend goed te laten registreren bij het kadaster. Dus je kunt daar een huis kopen zonder die mutatie te melden aan het kadaster. En dan doe je niets verkeerds, dat is toegestaan. Ah ja, en, maar zou je het later wel kunnen doen? Ja. Ja. Dus je zou in theorie zeggen van dit is mijn huis en later zeg ik tegen mijn broer zet maar op jouw naam. Dat zou kunnen. En dan kan de broer, als hij toevallig in Nederland een bijstandsuitkering heeft gevraagd en gekregen, behoorlijk in de problemen geraken. Kunt u mij eens uitleggen wat voor ruimte er nu kan zitten tussen als iemand als huizenbezitter in het kadaster staat ingeschreven en uw variant? Ik bedoel, dat zijn toch harde feiten? Nee, het gaat erom van wie de huizen werkelijk zijn. Ja. Wie het in eigen... Nee, uit het rapport komt bijvoorbeeld helemaal niet dat meneer A eigenaar is. Dat hij eigendom heeft. Hij kan er bezit kan niet hebben, maar dat is geen eigendom. Vanaf 1993 is verdachte A gemeenteraadslid in Ashdir. Volgens het UWV kreeg hij daarvoor geld dat hij niet opgaf aan de Utrechtse sociale dienst. Er wordt gesteld dat mijn cliënt salaris heeft genoten. Ik heb verklaringen van raadsleden en burgemeesters, vergelijkbare situatie in Nederland, die zeggen meneer heeft nooit salaris genoten. Ik heb bewijzen dat meneer niet met taxis zich liet rijden, maar dat hij reed met de auto van zijn broer. En zijn broer heeft een taxibedrijf. Ik bedoel, dat zijn zaken waar je heel voorzichtig mee moet omgaan. De verdachte parlementariër zal zich volgens zijn advocaat niet beroepen op zijn diplomatieke onschendbaarheid. Ook hij wacht op een nieuwe dagvaarding van het Openbaar Ministerie. Ondertussen hoop ik ook dat zijn leven zo zuur mogelijk is.
Uitkeringsfraudebestrijding heeft bij de PvdA een hoge prioriteit. Ook staatssecretaris van Sociale Zaken Abu Taleb heeft belangstelling voor de fraudezaak, maar hij wil er nog geen uitspraak over doen. Fraude moet worden aangepakt. Solidariteit met sociale zekerheid voor mensen die echt niet kunnen is me een lief ding. En dat blijft niet in stand als we fraude gedogen. En daarom vraag ik ook iedere keer weer aan de staatssecretaris Abu Taleb: zet het op de agenda, zorg dat het niet verloopt en zorg dat deze man veroordeeld wordt. En gelukkig heeft ook staatssecretaris Abu Taleb die prioriteit in zijn hoofd zitten. En ook hij vindt dat deze mensen en deze man er niet mee weg mag komen. Ja, maar wat kunt u nu doen als Tweede Kamerlid en als PvdA om dat zover te krijgen? Want u bent afhankelijk van justitie. Ja, nou ja, het enige wat ik kan doen is gewoon de druk op de ketel houden. Omdat ik er wel een beetje het gevoel had, maar dat was al 2 jaar geleden, dat als ik het zou laten lopen, toen als wethouder, nu als Tweede Kamerlid, ja, dat op een gegeven moment iedereen verliest er zijn belangstelling voor. En dan komt die man daarmee weg met die megafraude. En blijft hij met zijn hoge hoed in het parlement zitten van Marokko. En daar kan ik niet uitstaan. Mogelijk obstakel om de Marokkaanse politicus te vervolgen vormde het bezoek van kroonprins Willem-Alexander aan Marokko. Buitenlandse Zaken vroeg Spekman toen om terughoudendheid in deze zaak. 2 jaar geleden was Buitenlandse Zaken wel wat actief. En toen was ik nog wethouder, maar daar trok ik me niks van aan. En nu heb ik er helemaal geen last meer van. Ze leggen geen druk meer op de ketel, maar ondertussen is die man nog steeds niet veroordeeld. Wanneer de verdachte politicus voor de Utrechtse rechtbank moet verschijnen, kan justitie nog niet zeggen. Wel blijkt dat weinig waarde wordt gehecht aan de schriftelijke, ontlastende verklaringen uit Marokko. Mijn bewijzen die ik heb aangevoerd zijn voor het OM op dit moment geen reden om nader onderzoek in Marokko in te stellen, omdat dat weinig zin zou hebben. De advocaat is duidelijk gemaakt dat verklaringen kunnen zijn gekocht en daarom niet serieus worden genomen. Wat ze daarmee bedoelen, weet ik niet. Ik kan me alleen voorstellen dat, zoals ik het begrijp uit de correspondentie die er nu in het dossier zit, dat men ervan uitgaat dat het in Marokko blijkbaar mogelijk is om allerlei zaken te ritselen, zal ik het dan in Nederlandse bewoordingen zeggen. Nou, ik vind dat vergaand, om dat zonder meer te stellen. Ja, maar dat stellen ze dus zonder meer. Daar ga ik vanuit, ja.